Maar ik heb deze plek vrij gedaan. Ik heb dat terug in die bak gestoken. Ik heb dat terug in die bak gestoken, dat daar stuk. Waar dat deze de vrij is. Tjo jongens en meisjes, toch kijken naar een gloednieuwe vlog. Het is 5:15. Even te zeker nog eens zien. Wie is het? 4:06. Die staat weer fout. Het is 4:06. Dus ik weet niet wat ik voor de vlog van vandaag. Ik kan wel gaan doen wat ik al heel de week bij mij heb gehouden. Maar ik weet niet dat ik dat vandaag ga doen. Of dat ik nog iets anders vind dat we kunnen doen. Ik weet het nog niet. Ik moet nog zien. Ik ga even een vlog van Enzo en doen kijken zoals ik altijd doe. Ik dacht dat ik waziger was. Maar zoals ik altijd doe. En dan zie ik je gebied terug. Tot zes. Allee, vuilbak weer buiten zetten. Nice. Vuilbak moet ook weer buiten staan. Hé, hey, Bella Stella. Bella. Meisjes. Wat, hè? Zie, zie. Alle twee de meisjes. Alleen normaal zijn het alle twee meisjes. Oh shit, ik heb geen pet op. Ja, kut. Dat is dus de reden waarom dat ik een pet draag. Alleen valt het nog mee, vind ik. Nu begint het er... Begin ik er met te leren. Werken. Amai. Nice. Lijkt wel Giel de Winter. Zonder bril lijk ik daar niet op raar, maar hij draagt ook geen bril. Maar met bril lijk ik er meer op raar. Maar... Zonder bril trek ik op een rare gast. Trek ik op boas zonder bril. Maar even die vuilbak buiten gaan zetten. Ik ben met mijn gsm aan het filmen. Dat is moeilijk om zo serieus te filmen. Ik heb de selfie stand aan staan, dus dat gaat wel makkelijk te filmen. De vuilbak buiten zetten. Dat is nu zo'n bak geworden. Maar ja, ik moet ook buiten vuil kunnen. Oh, ik mag echt niet de onderkant of de achterkant van die vuilbak filmen. Daar staat het huis niet meer op. Nein! Scheiße. Weet wat ik dan moet doen? Dan moet ik gewoon mijn gezin hier zetten. En dan moet ik de sleutel gaan aan. Dachten jullie dat ik ging zeggen? Weet je wat? Ik ga mijn gezin hier zetten in timelapse stand. En of nee, ik ga hem later filmen. En dan zien jullie mij door de deur direct dragen. Zich mee, maar toch, het is niet handig. Er is een bedrijf naast ons en die hebben een poort naar van voor lopen. En soms zetten die dat open en soms staat dat toe. En als het open staat, ga ik daardoor, kan geen probleem hebben, want om zo laat gaan die niet ergens naartoe nog rijden of zo meestal. Of passeer ik bijna nooit iemand. Ik draag altijd mondmasker. Deze keer heb ik geen mondmasker bij me, denk ik met mijn jas zo. Maar ik ben daar niet naartoe kunnen geraken, dus ik moet helemaal rond. Helemaal rond. Van mijn huis, van vanachter. Naast ons hebben we een heel stuk, allee, bos. Niet, ze zullen er een bos van kunnen maken. Maar ze maken er spijtig genoeg een bos van, of een parking, dat zal ook handig zijn daar. Maar dat doen ze spijtig genoeg niet. Ze hebben daar gewoon een heel... Rond de bos eigenlijk. En dan moet ik helemaal rond daarin kunnen niet. Het zal makkelijk zijn dat ze daarin gewoon een weg leggen of zo. Of dat ze daar iets doen waardoor dat je daar rechtdoor kunt, naast ons huis kunt stappen eigenlijk.
En dan moet je helemaal rond met die vuilbak. Die vuilbak daar helemaal bij dat bedrijf zetten. En bij dat bedrijf moet dat staan tot daar loopt onze. Zorg me even. Slikken. Daar loopt onze straat maar. Dus ik moet dat daar helemaal gaan zetten. Voor dan helemaal terug te lopen. Dus daar heb ik wel wat even over gedaan. Ik heb natuurlijk gefilmd, dus ik kan zien hoe lang ik erover gedaan heb. Maar dat is echt geen pretje. 2 minuten. Oh, niet verwijderen, zo. 2. Allee, pak nu aan. Dus ik deed de poort open. En vanaf hier was ik weg. Dus echt 2 minuten bijna. Wacht, hè. Ik was op 40 terug en ik heb 30 seconden over gedaan om buiten te gaan. Dus dat betekent, wacht zo, 30 minder, betekent dat ik vanaf 30 eigenlijk echt stipt op 30 zag je mij niet meer. Hè? Stipt op 30 seconden zag je mij niet meer. En dan heb ik, zo'n 30 moet ik eigenlijk 0 tellen. Oké. 10, 20, 30, 40, 50, 1 minuut, 1 minuut 10, 1 minuut 20, 1 minuut 30, 1 minuut 40. 1 minuut 50. 1 minuut 60. Dus 1 minuut. Eigenlijk juist 2 minuten heb ik erover gedaan om te lopen naar dan waar dat ik naartoe moest lopen. Is ja pittig. Maar ik weet niet wat ik nu nog ga kijken, want ik heb de vlog van Don en zo gezien. En de rest, ja, die kijk ik soms maar eens dat ik daar zin in heb. Dus misschien kijk ik die nog, misschien niet. Maar ja man, het is moeilijk. Nee, moeilijk, het is pittig. Weggetje. Al zeg het zelf. Dus het loopt zeker. Eigenlijk als ik niet loop, niet. Maar ja, mijn camera staat er te filmen. Dus ja, dat is niet handig. Even Disney Plus zien, denk ik. Ik denk dat dat een goed idee is. Tot ziens. Jongens, ik weet dat het donker is. Ik ga ook even mijn lichtje pakken. Allee, donker. Je ziet me nog wel een klein beetje, denk ik. Dank. Maar joh, zag, wat is dat gebeurd met mijn stem, zag? Maar joh, heb ik kikken eens. Maar je ziet me wel nog een klein beetje, maar ik ga even... Ah, dat is beter, ze. Maar het is nog niet echt helemaal donker. Het is wel... Oh, dat klopt niet. Het is niet 8 uur, maar het is 9 uur. Kijk. Dat mijn achterhoofd. 9 uur. En het is nog niet helemaal donker. Wow, dat is nieuw. En waarom mijn stem zo zwaar raakt, ik ben tussen Steffen in slaap gevallen. Dus ja, dat is kak voor de content dat ik vandaag wil maken. Ja, dat gaat dus niet meer lukken. Het is 9 uur. En dat kan zijn dat het 2 uur duurt, dus dan ben ik tegen 11 uur klaar. En ik moet mijn vlog ook nog editen. Stem, ik doe dit niet expres, mijn stem. Iets gewoon zo zwaar als ik moe ben. Of al in slaap ben ik wel. Maar dat komt eigenlijk door mijn eigen fout. Want ik heb geen licht aangestoken. En dan val ik in slaap. Zonder licht val ik in slaap. Boy, joh, mijn stem is echt niet normaal. Merk ik dat alleen of is dat nu zo? Oh, nu begint het meer te komen. Niet? Nee. Oké. Maar jongens, jullie mogen altijd laten weten in de reacties wat ik voor content moet maken. Vorige keer heb ik ook gezien welke soort van TikTok video dat ik wil maken. Nu ga ik het nooit vragen, want er is nog niet echt reactie op gekomen. Welk voor TikTok dansje of TikTok muziek moet ik gebruiken? En moet ik eens proberen uit te testen. Een week oefenen, want normaal als ik TikTok opneem, oefen ik daar maar een dag op. Maar echt een week oefenen voor die TikTok, dat en topste is. En ja, ik wil dat eens proberen, maar dan moet ik wel in de reacties weten, want ik heb al veel TikToks zien voorbij komen en dan denk ik van, ah,
ineens bij die TikTok komen of die TikTok komen. Ik kon eens weten van jullie welke TikTok dat ik nu maak. Ja, en waarschijnlijk is dit licht ook niet helemaal goed. Oh jawel, het ligt mij wel goed. Oké, lekker. Maar laat me dat weten in de reacties. Nou, is nog te kort, dus dat wordt zeker nice voor in de video. Mijn bril is nog altijd wel, want ik zie mijn lichtje kaart erin. Maar ik ga niet eens dat licht aansteken. Ik steek mijn groot licht tegenwoordig niet meer aan. Ik heb gewoon twee petten liggen. Ah ja, en daar heb ik niet meer in de vlog gezet, denk ik. Maar ik heb deze plek vrij gedaan. Ik heb dat terug in die bak gestoken. Ik heb dat terug in die bak gestoken dat daar steekt. Waar dat deze door vrij is, dus ik kan nu nog wel wat zetten. Alleen weet ik niet wat, dus ik zet hier een, sta je nog een voorrommel om met schermiswater. Sta je nog voorrommel. Maar dat maakt niet uit. Ik ga mijn Captain America pet terugzetten. Mijn pink is wat moe. Waar, alleen van het slapen erop is dat wat moe. Dus het kan zijn dat ik mijn camera uit mijn handen ga laten vallen, want ik ga ondersteun die uit met mijn pink. Want eigenlijk, als ik mijn camera echt vast heb, ik kan dat niet. Ik draag mijn camera zo. Ik heb hier mijn camera in liggen, zo. Zo in liggen. Dat is raar, maar ik film zo. En met de andere doe ik dat anders. Doe ik dat. Oh, sorry, nu is het voor het licht. Dan draag ik mijn camera zo. Kijk, ik zal het even laten doen. Oh nee, dan draag ik die ongeveer hetzelfde. Dus zo draag ik die met deze hand. Met deze hand klinkt zo raar. En ik draag die eigenlijk op zich hetzelfde. Dus nu is het jullie gewoon eigenlijk te zien naar een voorbeeld wat ik nu eigenlijk doe. Ik heb twee camera's vast, waarom? Hopsa. Oh. Mijn stem is nog altijd niet weggetrokken. Ik weet niet wat dat is. Oh. Hier kan je dus echt niet op gaan zitten. Hè? Ik leun hier amper met mijn gewicht op en kijk wat dat doet. Oh, ik was voorzichtig, want ik denk dat dat veel lawaai maakt. En als het donker is, slaapt Jess Lias meestal. Heeft mijn bel nu weer wazig? Nee, toch niet. I see nothing. Nu waarschijnlijk wel, omdat ik er dichtbij kom. Hé, hey, mijn studio heb ik al. Ik heb wel al zin gehad om mijn studio op te zetten. Maar. Nee, ik heb nog geen zin gehad om mijn studio op te zetten. Ik heb gewoon taal opgezet. En mijn webcam hier al liggen. Maar ik heb nog geen zin om op te nemen. Omdat ik zo denk. Als ik zo gekeken heb op de PlayStation, dan denk ik van. Wauw, wat saai spel heb ik eigenlijk. Want. Ja, ik weet het niet. Rocket League ook. Ik speel dat even, maar eigenlijk op zich. Ik speel niet zo graag games alleen. Alleen zo games spelen, dat doe ik niet graag. Ik vind dat veel leuker, want ik heb nu bij James. Ik heb ook met hem games gespeeld. En, ja, we zitten altijd binnen, maar. Thuis, hier thuis zit ik ook binnen. Maar ja. Als mama en ik weg zijn, kan ik wel eens buiten gaan of zo. Maar de meeste vrienden die zitten ook gewoon te gamen, dus naar waar kan ik gaan? Echt vrienden kan ik niet naartoe gaan en moeten ook als ze het halen met mondmasker en zo. Maar bij James gaat dat makkelijk, dus dat is eigenlijk de vriend dat ik dan mee afspreek. Dus dan ga ik naar hem en dan ga ik daar gamen en daar ben ik bezig in de vakantie. En dan maak ik content voor jullie daar. Jongen, ik lijk 2 jaar ouder of zo met die stem en hoe dat ik me gedraag. Yo, hallo, welkom bij een gloednieuwe vlog, ik ben 10 jaar verder. Vandaag gaan we leukere content maken dan vorig jaar. is het dan 10 jaar geleden? Oké, dit is echt raar. Ik zie mij al 10 jaar staan met merch. Voor mij, niet knophouden, maar voor mij. En een huis. En binnen 10 jaar woon ik in een studio genoeg. Met nog niet eens een auto. En nog niet eens merch, alleen maar mijn pet. Stel je voor, het zal echt erg zijn. Ik heb dat vaak als ik zo stil praat, dan is dat meestal van mijn tweede gedachte. Snap je? Ja. Het begint raar te worden. Is mijn camera al niet afgelopen? Bijna. Dus ik heb al content gemaakt. Nee, ik heb nog niet gemaakt. Ik heb gewoon liggen praten over mijn setup. Over hoe laat dat is. En over mijn speciale stem.
Ja, ik weet niet wat dit is. Ah, fuck it. Ik gewoon gebruiken in mijn vlog. Speciaal stem, man. What's going on, man? My English stem is very good now. Ik begin beter in Engels te worden. Ooit gaat er een vlog komen dat ik Engels kan praten. En dan praat ik heel de vlog Engels. Dan wordt de titel ook gewoon Engels. En wordt alles Engels. De beschrijving wordt Engels. Ik verander alles in het Engels dan. Welkom bij een vlog. De intro ga ik ook in het Engels. Ik wil echt een Engelse vlogjes maken. En ik wil zien hoeveel keer dat die bekeken wordt dan met Vlaamse vlogs of Nederlandse vlogs. Jullie maken het ervan wat jullie willen, want ik kijk gewoon in mijn licht, hè. Ik kijk niet eens in mijn camera. Ik kijk gewoon in mijn licht, omdat dat moeilijk is voor naar mijn camera te zien, want ik zie mijn camera bijna niet. Maar ik ga stoppen met filmen, want ik zit weer heel de tijd te praten en ik zit met een tril op mijn arm. Mijn spiertjes kunnen mijn camera niet aan, ik ben zo zwak. Ja, ik heb al even niet meer gesport. Eigenlijk van toen ik van James kwam, die nacht dat ik niet kon slapen, heb ik nog gesport. En sinds dan heb ik dat niet meer gedaan. Oh jawel, wacht, op school lopen heb ik wel gedaan. En ik heb... Ja, ik weet niet. Oké, hou. En echt, veel zin gehad. Het is al donderdag eigenlijk, maar op maandag en vrijdag sport nog. Maar dat is dan net de dagen dat ik moet uploaden en... Het loopt allemaal in de donder. Ik moet even terug gewoon worden. Die 3 weken heb ik niet goed. En dat is dus waarom dat ik niet te veel mag praten. Want dan valt mijn camera uit. Wat ik dus zei, die 3 weken hebben me niet goed gegaan. Nu ga ik echt stoppen, want ik ben al 8 minuten aan het praten over. Sorry. Ja, en dan ineens heb ik niet meer gepraat, want het is al de volgende dag. Ja, nice. Ja, volgende dag. Ik doe mijn outro tegenwoordig de volgende dag. Mijn haar zit in gel, zien jullie dat of niet? Ja, deze met deze. Deze zit keihard in gel. Dat is niet de bedoeling dat daar zit, dat zo staan. Dat is ook niet de bedoeling. Ik snap niet hoe dat deze in gel gaat. Weet je wat ik moet kopen? Zo'n spuitbus met water dat ik dat tss, en dan zo kan eruit vrijen. Dat zou handig zijn. Wat handig is ook, ik heb gisteren mijn jas boven gelaten. Daar, achter mij ergens. En mijn pet, dus niet als ik naar beneden ga, doe ik die al aan. Ik heb mijn fanny pack aan. Mijn fanny pack steek ik al mijn spullen in. Of mijn portemonnee, die neem ik niet mee naar school. Voor de zekerheid. Ik weet nooit waar dat in de leven zit. Vroeger was ik ineens 20 euro kwijt. Ineens. Raar, maar ja. Laat maar. Stoppen met de vlog van vandaag. Ja, dat is een goed idee. Ik zie jullie morgen terug. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet op blauw duimpje omhoog te drukken. Of op het beeldje naast te abonneren. Op zijn wel te opdoen van elke video dat ik upload. Zie ik jullie morgen terug. Ben ik weer aan het geven. Ik ga weer een combinatie van deze video eruit halen met een kort haar. In de kort kunnen we ook video's maken met evolutie van Gian zijn haargroei. Bovenaan. Bloed. Dus eigenlijk hebben heel veel video's over mij te maken. Maar spijtig wordt dat niet gedaan. Ach ja. Ik zie jullie morgen terug. Vind je het abonneer? Vind je een blauw duimpje omhoog doen? Druk ook op het belletje naast te abonneren. Zijn wij altijd op de hoogte van elke video dat ik upload? Zie ik jullie morgen terug om 4 uur. 6 uur dus. En dan zeg ik zoals altijd GG out.